De eerste gast van vandaag, Roshanti, heeft een hele grote steun en toeverlaat in haar leven. Ik heb zeg maar mijn konijn genomen sinds dat mijn moeder is overleden. En ik heb wel heel erg veel steun aan mijn konijn gehad, want ik woon op mezelf. En als ik thuis kom, dan kom ik voor iets thuis. En dat is heel fijn. Hi. Hi. Hallo. Hi Denise. Hi. Ik heb best wel bindingsangst. Dus als dingen te dichtbij komen, dan duw ik ze weg. En dat is niet alleen op relaties zo, dat is ook gewoon met vriendschap. Hey, welkom. Hi, dank je. Asje. Ja, ik heb al een beetje nagezitten denk ik wat ik wil. Vertel. Maar kan je ook pornstar martini zonder alcohol maken? Nee. Nou, Virgin Passion is ongeveer hetzelfde. Het is wel lekker zoet en er zit passievruchten in, dus er komt nou, een beetje in de richting. Doe maar. Ga ik doen. Nee, vandaag even geen drankje. Nee, ik drink. Ik wil eigenlijk niet meer drinken. Goed zo. Heb je wel eens eerder een date nuchter gedaan? Ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Dan is dat ook niet een... Maar ja, ik heb ook niet echt een datingleven, dus... Waarom heb je geen datingleven? Ja, ik vind het spannend. Ja? Ja, ik blokkeer ze eigenlijk al voordat ik ze ga ontmoeten. En toch zeg je dat, vertel je dat nou hier gewoon heel makkelijk, heel open aan me? Ja, ja. Want er is nog geen man hier, hè, dus dan... Thanks. Ja, nee. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar we daten ze nog niet, nee. dus dan is het makkelijker. Ja. Nee, ik ben ook echt wel heel nuchter, dus op zich ben ik niet heel gestrest, denk ik. Ben wel chill. Alsjeblieft. Yes, dank je. Proost. Proost. Vertel, met wie wil jij op date? Voor mij is het heel belangrijk dat ik echt dat diegene grappig is. Ja. Maar niet zo grappig als ik, want, of grappiger dan ik, want ik, ben ook heel grappig. En dat is niet goed voor mezelf als ik... Nee, je moet niet outshined worden. Nee, precies. Nee. Na een relatie van 6 jaar is Otman nu al een tijdje vrijgezel. En hij deed er vrolijk op los. Ik hou gewoon van mooie vrouwen. Klaar. En alle vrouwen kunnen mooi zijn. Dat maakt niet uit of ze nou blond haar hebben of dat ze krullend haar hebben. Ik ga wel eens op een date, casual. Al is het niet om... het hoeft niet altijd raak te zijn. Je kan niet altijd 6 gooien, bij wijze van. Kom binnen. Ja, wat leuk dat je er bent. Nee, wil je jas niet even ophangen? Je Ja, zeker. Dan gaan we naar naartoe. Hij wil zo graag naar je toe. Een goed teken, toch? Nou, ja, zeker. Ja, dat is een goed teken. En zo. Ja, we gaan. Nou mag het? Ja, nou mag je echt. Oké. Ja, met je body warm aangezet. Ja, nee, eten, is ook niks. Zo. Ga lekker zitten. Hoi. Hi. Mag ik je een knuffel geven? Oh ja, zeker. Ja? Hi. Hoi. Roshanti. Hoi. Otman. Hoe? Otman. Otman? Ja. Hi. Otman, aangenaam. Moet je ver komen? Wat is ver? Ja, ik weet niet wat voor jou ver is. Waar kom jij vandaan? Zwolle, buurt van Zwolle. Nee, ik kom ook thuis. Enschede. Oh. Valt wel mee. Oh, dat valt wel mee, ja. Ja, hoe ben je gekomen? Trein. De trein? Ja. Oké. Okay. Hoe ga je terug? Trein. Ah, oké. Okay. Ben je met de auto? Ja, ik ben met de auto. Oh ja. Ja, leuk. Ja. Dat is het eerste wat ik dacht. Wauw, oké. Okay. Netjes goed gedaan, jongens. Mag ik een foto van jullie maken? Ja, zeker. Ja, ja hoor. Ja. Nou, zullen we even leuk poseren? Ja, poseren. Ja, gewoon lekker. Komt-ie. Oh. Hij komt er ook meteen uit. Oh, ja. Oh mijn god. Hij komt het ergste is nog altijd, op foto's heb ik altijd zo'n klein oogje. Zo'n klein oog. Ja, die ken ik. Ik denk echt... echt één? Ja. Oké. Oh my god. Hij is best wel leuk. Kijk, ik heb het al gehad. Oh, hij is echt leuk. Oh nee man, ik lijk op een hele enge meneer. Maar dat ben je ook. Oh. Did he really say that? Oh, oh my god. Ew, is dit mijn date? Sorry. Oké. Cheers. Hoi. Maar Enschede, woon je daar al heel je leven? Nee, ik woon ook niet in Enschede zelf. Maar ik had niet verwacht dat jij überhaupt dat zou kennen, zeg maar. Ik heb in Heino gewoond. Heino? Ja, Heino is best Zwolle. Volgens mij vroeger. Vroeger? Back in the days. Toen we nog knikken en zo. Nou, dat heb ik nooit gedaan. Heb je nooit geknikken? Nee. Ja, je bent nog niet zo jong. Dat is het. Oh ja, jij bent natuurlijk al bijna fossiel. Oh. Nee, maar ik kom zelf uit Borne. Oh, dat heb ik wel eens op die borden gezien op station Borne. Borne? Maar wat doe je helemaal daar dan? Ik heb in een crisisopvang gezeten daar. En wat houdt een crisisopvang in? Dat is een plek waar je naartoe wordt gestuurd als je tijdelijk niet thuis kan wonen. En eigenlijk is een crisisopvang altijd voor 30 dagen. Maar bij mij heeft het echt een aantal maanden geduurd. Oké. Ja. En wat was de crisis, maar als ik dat vragen mag? Ik kon gewoon niet meer thuis wonen. Ik moest met spoed eigenlijk uit huis. Jij? Probleem? Ouders probleem? Iemand probleem? Mijn moeder en ik botsten gewoon heel erg op dat moment. Duidelijk.
En toen moest ik weg. En ik kwam in Heino terecht. Mijn ouders hadden beide een verslaving. En dat uitte zich heel vaak in agressie naar elkaar, maar ook naar mij. Nou, ik wilde heel graag positief op terugkijken, dus eigenlijk wil ik het niet echt per se over het negatieve hebben. Maar wat het me vooral positief heeft gebracht, is kracht. Ik ben op jonge leeftijd heel erg volwassen geworden. Waardoor ik ook om mijn 17e uit huis of op mezelf ben gaan wonen. En waar zit je nou op dit moment? Kampen. Kampen? Ja. Kampen, ja. Kampen, ja. Leuk. Nou, hey, luister, zo praten wij niet daar, hè? Ja, maar wij wel. Ja, verschrikkelijk. Ik heb een vriendin. Die is, komt ook uit Enschede. Ja, Enschede. Nou, ja, echt verschrikkelijk. En ze klinken allemaal hetzelfde. Ah, ja. Sorry. Ik doe heel erg mijn best om een beetje normaal te praten. Maakt niet uit. Ook al en... zou je niet normaal praten. No. Ja. Ik no. versta je. No. Denk als ik echt boers ga praten, dat je ook denkt van... Oh. Heb je hobby's eigenlijk, of heb je geen hobby's? Ik heb niet echt een hobby, maar ik vind het heel fijn om... Ik ben echt een huismus. Ik ben van mezelf best wel introvert. Dus mij zie je ook echt niet mijn kont gooien in de club. Wou jij een extravert of wou je een introvert? Ik wou wel een extravert. En jij introvert? Ja. Anders, want als je extraverten bij elkaar gaat zetten, dan... Kan niet. Dan staat alles weer op zijn kop straks. Ik wist dat dit ging gebeuren. Wil je een papiertje? Nee. Ja. Jawel, doe maar wel. Ik wou het gewoon van mijn vinger aflikken. Nee, niet vegen. Ja, help dan. Grijpen. Je moet hem grijpen. Grijpen? Ja, kom maar. Laat maar. Je moet niet... Help dan. Wat doe je, jongen? Je moet het grijpen, joh. Ja, maar als ik zo lang moet wachten op jou, dan is het al lang in mijn... Oké, boeien. Nee, niks boeien. Je ziet het toch niet? Ja. Zie? Nu niet. Hoe jij het wou doen... Kom ik bij de hand doen? Je gaat gewoon vegen. Je veegt ja, weet ik veel. Kan ik dit eten of niet? Ik weet het niet. Ik eet geen vis, dus ik weet Hoe eet je dit? Ik weet het niet. Vraag je? Is het dan eetbaar? Ja, niet op zijn charmantst. Kun je hem eten? Je zou de kop uit kunnen zuigen, maar verder kan je hem niet opeten. Ik kan hem gewoon niet eten? Nee, ja, de binnenkant, maar dat ligt er maar net aan hoe charmant je... Zuig het eruit. Hoe ze maar... Zuig het eruit? Dit moet je opzuigen? Ja. Dit is allemaal hart en long. Ah, joh. Ik ga stuk. Oh, shit. Ga ik niet meer tegen jou zeggen. Last van mijn broek. Oh. Ja. Nee, hoezo heb je er last van? Ja, de onderbroek zit niet goed. Ga goed zetten. Oh, ja. Dat zeg ik. Ik wil last van mijn broek. Ik dacht, je gaat even naar de wc. Nee, joh. Even goed zetten. Nee, joh. Ja, kon ik ook wel. Ja, had ik misschien... Te laat. Misschien had ik dat moeten doen, inderdaad. Heb ik nog steeds spinazie? Ja, echt. Hier. Ja, daar heb ik wat aan. Oh, hier. Ja, dat zeg ik toch? Ik vind het wel wat hebben. Ja, vind je het aantrekkelijk? Nou, fuck it. Ja, daarom. Wat ga je eraan doen? Dan? Mag ik wat vragen? Zeker. Heb jij een tandenprikker? Want ik heb spinazie. Tandenstoker. Ja, ja, heb ik voor je. Ik wil er ook in. Echte buitenlanders, hè? Tandenstokertje. Ja, dat is wel romantisch, om dit gaan we charmant, niet krijgen. Charmant, hè? Erg charmant. Waarom heb je eigenlijk opgegeven voor deze... Voor dit? Goeie vraag. Ja. Ik heb geen datingleven. En ik dacht van... Ik ben zeg maar... Dit is iets wat soort van... Je kan het moeilijker afzeggen, snap je wat ik bedoel? En ik vind het heel moeilijk om open te stellen. En zeg maar, ik vind het dan heel spannend om iemand te ontmoeten. Oké. Okay. Dus als iemand zegt, hoi, hoe gaat het? En ik zeg, ja, goed met jou, zegt hij mooi zo. Dan verwijder en blokkeer ik hem weer. Niet expres. Nee, oké, okay, snap ik wel. Ik, nee. vind het gewoon, ik vind het gewoon heel spannend daarnaartoe. Oké. Okay. Ja, leuk. Leuk dat je het toch hebt gedaan. Toch? Ja, ja. Ik ben ook echt trots op ze. Vind ik wel. Ik ben ook heel trots op jou. Oh. Oh, wat lief. Ja. Echt, hè? Ja, nu al. Oh ja, ik moet echt stoppen met prikken. Zijn toch die scherven die geluk brengen? Lekker. Toch? Oh ja. Scherven van geluk, hè? En liefde was jouw passievrucht. Yes. Liefde is mijn passievrucht. Ja. Lekker hoor. Geniet ervan. Dank je. Ik ben blij dat ik met je ben gekoppeld. Ik ook. Dan zeg je dankjewel. Is vanzelfsprekend. Nee, geintje. Sorry. This bitch. Nee. Nee, dankjewel. Nee, maar ik ben ook wel blij. Nou, eigenlijk, ik weet niet of het dan al mag. Of ik al mag vragen van... Zou je nog een keer iets willen doen? Of dat zeg van... Daar gaan we het niet over hebben. Jammer!
Nee, daar gaan we niet over hebben. Ja. Ga je nu al vreemd? Nee joh, tuurlijk niet. Ga je niet vreemd. Ga je naar gaten, hè? Ik ga je nu al vreemd, zegt hij. Nee, tuurlijk niet. Tap, dankjewel hè. Wat vind je van je date? Ja, wel leuk. Girl. Ik ga stuk. Zeker snap ik wel waarom ik ben gematcht met haar. Ja. Waarom dan? Ja, een beetje de humor, donkere humor. Zij is introvert, ik ben extravert. En dat zochten we zochten er allebei precies. Schat, ik heb niet zo lang de tijd. Hè? Anders gaat hij denken dat ik aan het poepen ben. En ik denk dat er nog wel meer dingen zijn waar we nog niet helemaal achter zijn gekomen. Omdat ja, het is best wel kort dat je hier met elkaar zit. Tuurlijk. Maar, dus jij bent wel geïnteresseerd. Ja, zeker wel. Ja. Leuk man. Ja, zeker man. Ja. Yo, thanks man. Ik maak de hele tijd gewoon die grappen. Het voelt echt alsof ik met jou ben. Gewoon zo. Je gaat me niet van, hè? Schat, Mika nummer 1. Heb je me gemist? Ja, het duurde zo lang. Ja, sorry. Jesus. Het was echt een gedoe om die wc te vinden. Want? Ik kon niet vinden, ik was verdwaald. Ja, ik ga ook even wc eigenlijk. Oh, ik zit net. Dat is gewoon daar. Ja, weet ik, maar zo jongens, de rekening. Oh, oké, okay, prima. Ja, nu naar de wc, hè? Oké, nee, helemaal top. Splitten? Ik heb helemaal geen portemonnee bij me, joh. Ja, wat moet ik dan? Zo. Zullen we splitten? Nee, is wel goed. Weet je zeker? Ja, het is goed zo. Ik wil splitten hoor. Nee, mag ik op zijn minst dat hartje? Welk hartje? Oké. Okay. Jij pakt gewoon als eerst. Dan stop ik deze ergens waar de zon niet schijnt. Nee. Wil je wel helpen hoor? Nee, ik kan niet. Hey, echo. Zo, ja, wat zou je aan het doen? Dat wil je niet weten. Nee, ik denk het ook. Moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Als het aan mij ligt wel. Oh, is dat zo? Ja. Ja, als het aan mij ligt ook wel. Top. En hopelijk zit je onderbroek de volgende keer wel goed. Heb je het gezellig gehad? Ja, zeker. Ja. Ja. Stokje ook. 100%. Mooi. Je mag gewoon weer geven, hoor. Kijk, mooi. 100%. Fotootje, ook helemaal leuk gelukt. Ik kijk wel heel boos. Geweldig. En ik kijk weer een beetje... Heel ongemakkelijk, weet je niet? Boeien. Sorry. Boeien, maakt niet uit. No. Gezelligheid. Yes. Ja. Doei, doei. Hoe gaat het? Dank jullie wel. Hoppa. Hoppa. Nou. Ja, dat gezellig. Goed zo. Goed zo. Fijn. Yes, bebe.